Dit is de GLX PGS5 Personal Guitar Station. Voorzien van een 6,3 mm jack input voor aansluiting van akoestische of elektrische gitaar. Hoofdtelefoonaansluiting, aux ingang en een microfoon ingang. Allemaal mini jack. Er hoeven geen batterijen in de PGS5, want er zit een accu in. En die accu laadt op door middel van de meegeleverde USB-kabel. De linker draaiknop, als ik die aanzet, begint direct de muziek te spelen. Dit is de muziek die op de micro SD-kaart staat. En in het schermpje staat nu MP3. Dus hij staat nu in de MP3 stand. Je kunt nu niet meespelen met de gitaar. Daarvoor moet je de M indrukken. Als ik die indruk, komt er MP3 plus guitar te staan. Druk nog een keer, kom ik in de gitaarstand. Nu draait er dus geen MP3'tje meer mee. Is het alleen maar een gitaarversterker. En in deze stand werkt de EQ-knop als volgt. Standaard staat er een kleine distortion op. Druk je de EQ-knop in, gaat de distortion eraf. Dus dan heb je een clean signaal. Nou, en nog een keer drukken, ga ik dus weer naar de distortion stand. Nogmaals drukken, kom ik in gitaarmode rack. Hiermee kun je opnemen. Dat werkt als volgt, heel simpel. De play-knop indrukken en hij begint te lopen. Om in de MP3-stand te wisselen tussen MP3-bestanden en opgenomen bestanden, houd je de M-knop ingedrukt. Dus ik zit nu nog steeds in MP3-stand, alleen nu gaat hij afspelen wat ik heb opgenomen. Als ik de M nogmaals ingedrukt hou, ga ik weer terug naar MP3. Dus de M kort indrukken, verander je van stand. Houd je hem langer ingedrukt, wissel je tussen MP3'tjes en opgenomen bestanden.